Afgelopen weekend vond in Eersel, onder de rook van Eindhoven, de Dutch Masters plaats. Een tafelvoetbaltoernooi dat meetelt voor de wereldranking. Het toernooi in de 1 na hoogste categorie van de Wereldbond werd georganiseerd door spelers van de Nederlandse selectie. En ja, er is dus ook een Nederlandse selectie van tafelvoetballers. We zijn vorig jaar gestart met een Nederlandse tafelvoetbalselectie. Dat heeft samengehangen met de oprichting van de Wereldbond, ITSF Wereldbond in 2002. Om internationale wedstrijden deel te nemen. We vonden dat leuk, goede atmosfeer, veel mensen leren kennen internationaal. En we hebben stoute schoenen aangetrokken en hebben zelf een groot internationaal toernooi georganiseerd. En 137 deelnemers, 8 nationaliteiten. Dus ik denk dat je het voor de eerste keer best geslaagd mag noemen. Iedereen kent tafelvoetbal, maar weinigen kennen het als een echte sport. Spelers moeten beschikken over snelle reflexen, balbeheersing, schottechniek, uithoudingsvermogen en stalen zenuwen. Op deze tafel is voornamelijk de middenlijn. En het mentale gedeelte. Hoe kun je met de druk omgaan? Het gaat met de vijf is heel snel. Als je één foutje maakt, kun je de partij al verliezen. Binnen de Nederlandse top spelen Limburgers een grote rol. In de top 3 van de open dubbels zijn 3 Limburgers geëindigd. Elroy Starren uit Maastricht werd derde. En Remy Imdebraak uit Elslo speelt hier de finale met Rocco Raven uit Sittard. Tegen de man die het internationale tafelvoetbal al 10 jaar domineert. Wereldkampioen Frédéric Collignon. Ja, ik ga op prijs, ja. Maar soms ik verlies ook, dus soms ik win, soms ik verlies. Maar ja, ik speel graag, ik oefen regelmatig en ja, ik heb goede partner, dus ja, dat helpt. Ja, dat is alles, een goede partner. Een goede partner is belangrijk, ja. En ja hoor, Collignon wint alle disciplines. Ook Rocco Raven en Remy Imdebraak blijken in de finale van de open dubbel niet bestand tegen de druk van de wereldkampioen. Voor mij is het op dit niveau te spelen is gewoon super. Gewoon dat ik een van de weinigen ben die dat talent hebben. Want iedereen kan tafelvoetbal, alleen voor een bepaald niveau te komen heb je toch talent nodig. Het is een verslaving. Het geeft vooral heel veel plezier of je nou goed bent of niet goed bent. En als je eenmaal die stang in je handen gehad hebt en je bent verkocht, kom je er nooit meer vanaf.